Welk vreugdedansje doe je als je hebt gescoord? Ja, ik heb er niet eentje. Ik heb het één keer gedaan met jazz en een keer een kort dansje, maar ik heb niet een speciale. Ik ben meestal een beetje wild en super blij. Okay. En ik ren maar wat eigenlijk. Ik doe maar wat. Ik ren naar de supporters toe en. Doe eens voor dan. Doe eens voor. Ja. Ja, doelpunt! En een valpuntje of niet? Nee, dan breek ik mijn nek. Dan ga ik morgen niet redden. Oh, jammer. Nee, okay. Helaas. En met welk teamgenoot speel je het liefst? Welk teamgenoot? Ja. Als ik toch iemand moet noemen die hier ook heel populair is, dan zeg ik toch John Guidetti. Oké. En mis je hem ook? Of? Ja, toch wel. John Guidetti mis ik vooral als persoon. Het is een hele goede gozer. Ik kon het heel goed met hem vinden. Maar ook natuurlijk als voetballer was hij natuurlijk hartstikke top. Oké. En leerde je hem ook Nederlands? Ja, ik leerde wel Nederlands, maar ik leerde meestal de vieze woorden, hè? De gekke woorden. Oké. Dus dat zal ik maar niet op televisie zeggen. Oké. Maar Guidetti was beter, hè? Dan wie? Hoe bedoel je dat? Guidetti is beter dan u, toch? Oh, wacht even. Gaan we op die tour? Ja. Nee, Guidetti is een hele goede speler. En we zijn twee verschillende type spelers. Als je het hebt over het scoren, dan kan ik niet aan hem tippen, want Guidetti die schiet alle ballen erin. Ja. Maar goed, als je tegen Guidetti moet zeggen, ga aan de rechterkant spelen en ga je mannetje keer op keer passeren, dan krijgt hij het ook moeilijk. Ja, dus dat zijn andere, we zijn twee andere type spelers. En denkt u ook dat hij naar nog een topclub gaat? FC Barcelona? Ik? Ja, u. Nee, ik heb je net gezegd, ik ben al bijna 30. Joh. Ik moet blij zijn dat ik hier mag spelen bij deze mooie club. Barcelona, ik moet ook realistisch zijn. Hè? Je mag wel dromen, maar zo goed ben ik zeker niet. En word ik ook nooit. En wordt u wel eens vergeleken met Messi? Nee, helaas niet. Was het maar waar? Oké. Okay. Nee, helaas niet. Dat kan niet. Natuurlijk ook niet. Nee, precies. Hij is ook. Bedankt dat je al onze vragen hebt beantwoord. En misschien dat ik je de volgende keer weer zie. Is goed, topper. Ik zie je. Ja. Bedankt, mannen. Alsjeblieft.